een vonk door de lucht de wereld van amateurradio ontdekken. Stel je de sensatie voor om met iemand aan de andere kant van de wereld te communiceren, zonder te vertrouwen op telefoonlijnen of internet. Zie jezelf in verbinding staan met gelijkgestemde enthousiastelingen, je passie voor radiotechnologie en de grenzeloze mogelijkheden ervan delend. Dit is de fascinerende wereld van amateurradio, een hobby die grenzen en generaties overstijgt. Het is een wereld waar nieuwsgierigheid en vindingrijkheid samenkomen, waar de ether knettert van de opwinding van ontdekking. Amateurradio, vaak hamradio genoemd, is veel meer dan alleen een tijdverdrijf. Het is een wereldwijde gemeenschap van individuen uit alle lagen van de bevolking, verenigd door een gedeelde fascinatie voor radiogolven en hun vermogen om ons te verbinden. Deze amateurradio-operators, ofwel zendamateurs, zoals ze liefkozend worden genoemd, zijn knutselaars, experimentatoren en communicatoren die plezier beleven aan het verleggen van de grenzen van technologie en het smeden van verbindingen over enorme afstanden. Of je nu een doorgewinterde technicus bent of een nieuwsgierige beginner, amateurradio biedt voor elk wat wils. Het is een kans om je te verdiepen in de fascinerende wereld van elektronica, om de taal van radiogolven te leren en om de voldoening te ervaren van het bouwen en bedienen van je eigen communicatieapparatuur. Maar boven de technische aspecten gaat amateurradio over de mensen, de vriendschappen die via de ether worden gesloten en het gedeelde gevoel van doelgerichtheid dat voortkomt uit het deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap. Dus als je ooit de aantrekkingskracht van het onbekende hebt gevoeld, als je er ooit van hebt gedroomd om je stem over continenten te laten zweven, dan is amateurradio misschien wel het avontuur waar je op hebt gewacht. De wortels van amateurradio liggen diep, meer dan een eeuw teruggaand tot de begindagen van radio-experimenten. Eind 19e eeuw ontrafelden pioniers als Guglielmo Marconi en Heinrich Hertz de geheimen van elektromagnetische golven, waarmee ze de weg vrijmaakten voor de geboorte van draadloze communicatie. Naarmate de technologie zich ontwikkelde, ontstond er een groeiende gemeenschap van amateur-enthousiastelingen die stonden te popelen om de mogelijkheden van deze nieuwe en opwindende horizon te verkennen. Deze vroege zendamateurs waren ware pioniers die hun eigen apparatuur vanaf nul bouwden en experimenteerden met verschillende technieken om signalen te verzenden en te ontvangen. Ze werden gedreven door een honger naar kennis en een verlangen om in contact te komen met gelijkgestemden, waarbij ze vaak clubs en organisaties oprichten om hun ervaringen te delen en samen te werken aan projecten. Deze vroege inspanningen legden de basis voor de levendige en diverse amateurradiogemeenschap die we vandaag de dag kennen. Door de decennia heen heeft amateurradio een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van de ontwikkeling van radiotechnologie. Zendamateurs hebben in de voorhoede van innovatie gestaan, de grenzen van wat mogelijk is verlegd en belangrijke bijdragen geleverd aan gebieden zoals omroep, satellietcommunicatie en zelfs ruimtevaart. Van de begindagen van morsecode tot de digitale modi en geavanceerde apparatuur die tegenwoordig wordt gebruikt, amateurradio heeft zich voortdurend ontwikkeld, gedreven door de vindingrijkheid en passie van zijn beoefenaars. De geschiedenis van amateurradio is een bewijs van de kracht van menselijke nieuwsgierigheid en de blijvende aantrekkingskracht van verbinding maken met de wereld om ons heen. Het is een verhaal van innovatie, samenwerking en een gedeeld gevoel van verwondering dat generaties van enthousiastelingen blijft inspireren.